De winnaar van de Hein Roethoffprijs 2015, Bloedlink in Utrecht. Bloedlink geeft voorlichting in brugklassen over de gevaren van sexting. Ook ouders, waarvoor het vanuit hun cultuur lastig is om dit soort zaken te bespreken, worden betrokken bij de voorlichting. Bloedlink! Wat is sexting? Sexting is eigenlijk niet strafbaar, maar het is pikante foto's van jezelf naar iemand anders sturen. Als je dat voor jezelf doet, heb je de controle over. Zodra je het verstuurt, heb je er geen controle over. En vaak zit daar die link bij die meiden dus niet. En dan wordt er gezegd van, nou, deze foto ga ik aan je ouders geven. En dat meisje denkt, ja, dat gaat me niet gebeuren, want thuis heb ik gedonder. En dan doet ze wat de jongens van ze vragen. De ene keer gaat het om geld, de andere keer gaat het om seksuele handelingen. Maar zo worden meiden gechanteerd. Een meisje is natuurlijk, wordt ook verliefd. En je gaat ook inderdaad bepaalde dingen doen. En als je dat, als zij dat eenmaal gedaan heeft, ja, wat de gevolgen, wat dan inderdaad bij dat meisje in de hoofd omgaat, nou, dat is aangrijpend. En met name bij deze doelgroep, Marokkaans-Turkse meiden of meiden met een islamitische achtergrond, is er sprake van een taboe. Kunnen ze het er niet over hebben, omdat er thuis gewoon niet over gesproken wordt. Dan zijn er extra risicofactoren, dus dan komt er ook weer dwang of chantage of dat soort dingen bij kijken. En daar spelen wij op in tijdens de voorlichtingen. We hebben met samenwerking gezocht met mensen die verstand hebben van seksualiteit en verstand hebben van de islam. Want daar is in de doelgroep in Utrecht heel belangrijk om te weten wat er in de Koran staat. Gaan wij voorlichtingen doen in klasse 1 en 2 op middelbaar onderwijs. We hebben voorlichtingen gedaan bij groepen ouders, moeders en vaders. We zijn in de moskee geweest en zo proberen we het balletje aan het rollen te krijgen. Bijna bij elke voorlichting die we geven wordt wel zichtbaar dat bijna iedereen wel een keer een naaktfoto of een naaktfilmpje heeft gezien. Ja. En daar zit ook dan meteen de verantwoordelijkheid op het moment dat je dat ontvangt. Wat ga je daar dan mee doen? Ja. Ga je dat vervolgens verwijderen of ga je dat doorsturen? Want op het moment dat je doorstuurt, dan wordt het probleem ook groter. Het kan, hè, weet je, dat ding gebruik je de hele dag, dus soms doe je iets in een split second waar je later spijt van krijgt, dat je dan in ieder geval naar je ouders toe kan gaan, dat je niet geïsoleerd raakt en dus nog verder in de put komt. Sexting, daar kan iedereen slachtoffer worden. Wat bij de cultuur zo speciaal is, dat die meiden chantabel zijn, omdat ze het dus niet bespreekbaar maken. Moeders die komen en vertellen dat ze nu meer open zijn tegen hun dochters en dat dochters meer durven te vertellen. Hè, en dat ouders of vaders nu ook meer de kloof tussen hun zonen en zichzelf proberen te verkleinen. En dat ze meer veiligheid geven en dat ze juist het beginnen met het onderwerp van je kan er met mij over hebben. Dat vinden ze nu heel erg belangrijk. En dat horen we. Ouders komen en vertellen van goh, ik heb meer gehad aan de voorlichting dan ik dacht. Sexting is een probleem echt van deze tijd. Het gaat echt niet weg. Het gaat echt alleen maar groter worden. Wat wij met ons project willen bereiken, de bewustwording bij de jongeren. Wat hun gedrag op internet teweeg kan brengen. Maar ook ouders in de wereld betrekken bij het kind.